Is God een man met een lange baard? God is geen man. God is ook geen vrouw. God is zuivere geest. Het geslacht heeft zijn betekenis bij de voortplanting en het voortbestaan van een soort. God heeft dat niet nodig. Hij is eeuwig en eenvoudig. In hem is het volmaakte van het mannelijke en vrouwelijke verenigd. Dit klinkt vanzelfsprekend, is het ook. Maar waarom leert Jezus ons dan onze Vader te bidden? Een blik in de godsdienstwetenschappen kan wat helpen. Elke cultuur heeft goden. En ook al hebben ze verschillende namen, er zijn ook overeenkomsten. Vrouwelijke goden zijn meestal moedergodheden en vruchtbaarheidssymbolen. Nauw verbonden met de wereld en de aarde, omdat de aarde zelf ook iets vruchtbaars is. Het technische woord voor deze godheden is immanent in de wereld. Zij vallen vaak samen met de materiële wereld. Mannelijke goden worden daarentegen voorgesteld alsof ze de wereld overstijgen. Dat wordt transcendent genoemd. Dat dit zo is, komt door de ideeën van mannelijk en vrouwelijk die in onze psyche zitten. Mannelijk en vrouwelijk zijn een fundamentele ervaring van het mens zijn, en dit vormt vanzelfsprekend onze gedachten. Het is ook te zien in de taal en hoe wij soms mannelijke of vrouwelijke eigenschappen en attributen toekennen aan iets. Wanneer we nu, zoals Christus ons leerde, God Vader noemen. Dan is dat niet omdat God mannelijk is of omdat Hij niet evengoed onze moeder is, maar omdat het beeld van vaderschap beter helpt om te verstaan dat God deze wereld overstijgt, dat wil zeggen, anders is dan de wereld. Omdat deze beelden zo diep geworteld zijn in ons mensen, zijn mannelijke en vrouwelijke woorden niet zo gemakkelijk uitwisselbaar wanneer we ze op God toepassen. Daarmee zou het beeld dat we van God hebben radicaal veranderen. Er is immers een verschil tussen een God die de wereld overstijgt en een godin die in de aarde en de kosmos opgaat en ermee samensmelt. Samenvattend, God is nog man, nog vrouw, maar zuivere geest. Ook als geen enkel woord voor God zijn hele wezen uitdrukt, zijn deze beschrijvingen niet willekeurig en uitwisselbaar. Daarom houden we ons dus aan het Onze Vader, alleen al omdat Jezus het zo aan ons heeft geleerd.